Als je de naam Akolatse hoort, denken de meeste mensen aan een Georgisch persoon. Toch is Elton Akolatse een echte Ajaxiet met Ghanese roots. De 19-jarige vleugelspits zit al jaren bij Ajax. Toen ik ongeveer 7 jaar was, was ik gescout door Ajax. Ben ik sinds de FVS tot nu toe, dus ongeveer 12 jaar, speel ik nu bij Ajax. En ja, mijn doel is natuurlijk de eerste halen. Ja, Elton is een jongen die fysiek vrij sterk is, snel is, een man kan uitspelen, altijd de dreiging in de diepte heeft. Dus wat dat er gaat, een jongen met enorm veel mogelijkheden. Akolatse speelt dit seizoen bij Jong Ajax en knokte zich de basis in. Dit jaar wordt het team getraind door Jaap Stam en Andries Ulderink. Vandaag was er hoog bezoek te zien langs het trainingsveld in de persoon van directeur voetbalzaken van Ajax, Mark Overmars. Ja, ze zijn wel allemaal bij Ajax, allemaal grote namen, ex-voetballers, topvoetballers allemaal. Dus het is wel leuk om met ze samen te werken. Overmars zag vandaag ook dat Jaap Stam vandaag wat meer aanwezig was dan Ulderink, die de boel wat meer aan het observeren was. Volgens Andries Ulderink is dit niet altijd zo. Ja, vandaag was dat wel zo, maar het kan morgen weer anders zijn. Dus we wisselen dat af, we bespreken samen de trainingen en ook de rol daarin. Jaap was vandaag wat meer bezig met het team wat morgen gaat spelen, ik wat meer met de anderen. Akolatse start morgen dus in de basis bij Jong Ajax in een wedstrijd tegen FC Emmen. Ondanks zijn basisplaats is er nog voldoende ruimte voor verbetering voor de vleugelspits. Nou ja, goed, vooral in de eindfase. Een stukje rust bewaren, overzicht, de voorzet, het scoren op zich. Dat zijn nog wel zo even een aantal punten waar hij zeker de winst in kan boeken. De voetballer moet dus nog even vol aan de bak, maar hoopt dan snel zijn debuut te maken in het grote Ajax. Veel speelminuten krijgen bij Jong Ajax. Elke week gewoon kunnen spelen. En dat ik het goed doe en dat ik dan mijn kansen kan krijgen bij eerste. Denk je dat het dit jaar er al in zit? Ja, het zou kunnen. Ik moet gewoon hard blijven werken. Gewoon goed alles blijven doen en dan zou het gewoon kunnen. Want Frank de Boer geeft veel kansen aan de jeugd. En ik denk wel dat het dan goed kan komen. Nou, Elton is in ieder geval een jongen die, daar hoef je nooit achteraan. Hè. Die traint altijd 100%, 2 keer op een dag, geen enkel probleem voor hem. Dus wat dat er gaat, is het een zeer talentvolle jongen met in ieder geval de mogelijkheden om dat te halen.